Als je nou een stal hebt en er staan koeien in en je hebt een stikstofdiscussie, dan moeten er ammoniakafvangers, zo noem ik ze maar, in die stallen. Dan heb je veel minder ammoniak, minder stikstof. Ja, en er zijn heel veel innovaties gaande. En hier op de beurs, dit is het promo-paviljoen, promo-plein, in de innovatiecorner staan Klaas en Douwe. Goedemorgen mannen. Nou, dit is jullie stal? Dit is onze stal, ja. Ja, hoe vind je hem? Beetje klein, maar prachtig. Ja, maar klein, klein en fijn en goed. Goed. Het gaat ook om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Nee. Kwaliteit, en dat hebben wij. Ja. Dat meen ik. Zeg, ben jij Klaas of ben je Douwe? Ik ben Klaas. Dan ben jij Douwe. Dat klopt. Jij staat, als dat ding aangaat, is dat gisteren gebeurd en je bent al je haar kwijt. Nou, dat was al even zo hoor. We hebben dezelfde kapper. Ik hou het liever kort. Ja, ik ook. Niet het verhaal, maar wel het haar. Doe maar wel hoor. Hey Klaas, jullie hebben dit ontwikkeld. Vertel eens, wat is dit voor ding? Nou kijk, wij noemen het een accu. Als het ware een ACU, en dat is een heel moeilijk woord, dus dat ga ik maar niet zeggen. Maar het is echt een heel moeilijk woord. Maar die accu, die zorgt ervoor dat we 100% de ammoniaklucht uit de stal neutraliseren of omzetten naar een NH4. Dat is een ammonium. En ammonium, dat is natuurlijk een kunstmest. Plus dat we dus ook nog een stikstof als N hebben erin. Met een vloeistof die jij zelf durft te drinken of te proeven. Dat is zeldzaam. Er is nergens een machine waar jij het waswater of het spuiwater, wat ze noemen, dat jij dat durft te proeven. Nee, dat zou jij niet durven. Nee, de gedachte... Maar ik ga het je voordoen. Ik durf het dan. Kijk, dit is het vloeistof dat wij erin hebben. Simpel. Het heeft een A-label. Het is gewoon een consumptieproduct. Een E-nummer. Oh, een E-nummer. Ja. Europees registratienummer. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Nou, maar kijk. Het wordt ook in voedingsmiddelen wordt het gebruikt. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, dat doe ik gewoon zo. Even een vingertje. Zo het is lekker. Een zuur, hè? Het is, dit is een zuur. Oh, lekker, jongen. Proef het. Doe het een klein beetje. Doe het gewoon. Een klein beetje. Heerlijk. Het is inderdaad zuur. Ja, toch lekker. Halleluja, mijn kop knalde uit elkaar. Maar dit zit... niet gevaarlijk. Nee, precies. Nee. Dit zit in de machine. Ja, dit zit in de machine. Onderin de machine zitten de wasvloeistof, zeg maar. En daar vang je het ammoniak uit de stal in op. Ja, en dat zet hij om in ammonium en stikstof als N. Ammonium. Daar kun je volgens mij ook energie in opslaan. Jazeker, dat kan. En als je daarop kijkt, dan kun je er dus... Er zit eigenlijk een brandstofcel, ammoniak. He, dus je kan hem weer kraken en als het ware de ammoniak eruit halen. En dan heb je een brandstofcel voor waterstof. Of in Amerika draaien de tractoren al op ammoniak. Echt waar? Jazeker. Gewoon als brandstof gebruikt? Als brandstof gebruikt. Wordt de stal echt schoon? Die stal die wordt zo schoon dat als je kijkt naar die kalveren die daar liggen... Ik heb een klein fotootje, jammer genoeg heb ik dat nog niet op een filmpje kunnen zetten. Maar die kalveren die daar in die omstandigheden leven, die groeiden 10 centimeter in de 4 maanden meer als kalveren met dezelfde omstandigheden. 10 centimeter meer vanwege de lucht die wij daar creëren, dat ze alleen maar op schone lucht leven. Wat wij doen met een onderdruksysteem. Ja. Draaien ze al ergens? Wij doen alleen maar proefdraaien. Want ja, wij hebben natuurlijk een RAV, een RAF erkenning nodig. Ja. En men weet dat het in de wereld een oorlog is. Want dat klopt allemaal niet meer. Dat deugt niet. Maar die RAF-erkenning, gaat die er komen? Dat moet toch? Ja, hij zou er moeten komen, maar ik zou het niet willen. Waarom niet? Nou, kijk, ik zeg tegen iedereen altijd, het zijn metingen van 1918, weet je wel, van vroeger. Nee, ga mee in de toekomst. Kijk naar wat wij doen. Wij kunnen aantonen, zonder te meten, hoeveel ammoniak er bij die boer uit de stal gehaald wordt. En maar, dat is zo belangrijk. Als ik nou boer ben, zeg van nou, bouw ze niet van mij, dan ram ik de schuur in. Kan dat? Jazeker. Geen enkel probleem. En is dat een enorme investering? Valt het mee? Als jij 1 koe hebt, valt het mee. Maar als je er 100 hebt, ja, dan zit je tegen de 85.000 euro. Ja. Plus dat je nog wat stalaanpassingen moet doen. Dus je zit er rond de 125.000 euro. Weet je. En dan heb je een schone stal. Geen stal. Hele blije kalveren of koeien. Nou, dankjewel. Want wij hebben een stelling vandaag, naar aanleiding van jullie innovatie.
minder koeien, nee meer. Ja, meer. Want we hebben energie nodig. Ik wil wat zeggen, maar die naam, die weet iedereen wel. Laat die toch alsjeblieft opzouten met zijn gas. Wij hebben het wel. Hier energie in opslaan, je kan erop rijden, alles kan. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik vind het ontzettend knap, Douwe. Niet minder ammoniak, maar meer ammoniak. Plus en de fecaliën bij elkaar, zodat er zoveel mogelijk ammoniak ontstaat, zodat we dat eruit kunnen halen. En die stikstof is gewoon verdwenen. Dat is juist zo mooi. Je kan die stikstofregeling, die heb je in de hand. Vooral met dit systeem. Nee, want je brengt dat emmertje breng je zo naar minister Rutte toe. Dit flesje, heel belangrijk. Ammoniak in de winkel. Dat hebben wij hier van de boer. Dit is gewoon van koeien. Ruiken nog maar eens van koeien, hè? Ruikraam. Ja, dat is ook altijd lekker. Dit komt dan wakker. Ja, dit komt van de kippen, hè? Dit komt dan bij de kippen vandaan. Oh, dat ruik je ook wel. Dat ruik je ook. Dat ruik je. Dat ruik je echt. Ja, dat is echt waar. Het is echt alsof je zo'n kippenfarm binnenloopt. We moeten het nog een keertje extra kraken om die stankruid te halen. Ja. Maar dat is geen enkel probleem. In de winkel moet het gemaakt worden met aardgas. Die boer die doet het lekker zelf. Kom erop. Ja, eigenlijk gratis. Dit is de vloeistof die uit het reservoir komt. Dat doen we hier ook. In dit apparaat, en we halen hier ter plaatse, halen we de ammoniak uit de vloeistof. Hier zit dus ammoniak in. Puur ammoniak? Ja. Nee, niet puur. Nou, ja. Kijk, ruik hem maar aan. Nou, ik ben nu wel wakker, jongens. Ja, ik neem straks wat mini-komkommetjes mee. Ja. En die flikkeren we daar even in. Ja. En dan hebben we morgen al gurken. Ja, een heel goed idee. Of zilveren uitjes, wat jij wil. Jongen, Klaas, heel erg bedankt. Ja, heel veel succes met de onderwerp. Ja, dankjewel. We gaan ervoor. Ja, ja. Zet hem op douw, hè? Ja, gaan we zeker doen. Later, mannen. Voor de boeren. Minder koeien? Meer koeien.